Ja, we stonden net al met het hele team hier. Sharon, nogmaals onwijs gefeliciteerd. Jij vertelde net aan ons van jouw rol is gewoon om inside je moves te maken. Lukte aardig, hè, zo net? Ja, dat lukte best wel, ja. Nee, maar het komt ook gewoon zeg maar, doordat zij de ruimte creëren, zodat we de mismatch kunnen pakken en dat ik hem dan ja, eigenlijk inside goed af kan maken. Helemaal als dat kleintje tegenover me stond. Dus dat ging gewoon goed. En zo, we kwamen gewoon vanuit onze screens en onze mismatches. Dus dan zie je of dat de outside of inside een mismatch is. En dat ging gewoon goed. Jullie pakten meteen een hele knappe voorsprong, publiek helemaal erachter. Ja. Toen kwam Frankrijk toch nog gelijk. Toen dacht ik even van wow, wat een druk, weet je wel. Je speelt in je eigen land, iedereen kijkt naar jullie. Ja. En dan pakken jullie toch eigenlijk redelijk gecontroleerd weer die voorsprong terug. En speel je het eigenlijk gewoon hartstikke netjes uit. Maar voelde je je ook zo cool toen je op het veld stond? Nou ja, je weet wel gewoon dat als je goed begint, dat er altijd wel ietsjes ergens een terugval zal komen. Maar het voelde gewoon goed op het veld en het voelde gewoon alsof we het echt met elkaar aan het doen waren en als team aan het doen waren. En dan blijft het vertrouwen daar wel, ook al heb je dan net even ietsjes minder scores, maar verdedigend bleef er gewoon vol erop zitten en dat is het belangrijkste, het stond gewoon weer als een huis. Was dat het voordeel dat jullie in de pool ook tegen Frankrijk hadden gespeeld, dat je dan daar iets uit meeneemt wat je vandaag kon toepassen of is het weer een hele andere wedstrijd? Misschien wel. En ik denk ook wel dat het scheelt dat we een aantal wedstrijden verder zijn. Frankrijk was best wel een fysieke tegenstander. Dat hebben we tegen Spanje weer meegemaakt. Dus ja, op een gegeven moment leer je daarvan. En natuurlijk hebben we weer de wedstrijd teruggekeken tegen Frankrijk. Van oké, maar waar kunnen we dingen uithalen? Wat zouden we beter moeten doen? En we moesten beter die mismatches zoeken. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Even de laatste vraag. We gaan afronden wat je wil. Even lekker wat verkoeling zoeken. Je vriend opzoeken. Jullie vertelden net iets over een filmpje van Hakim. De bondscoach van zowel de 5 tegen 5 als de 3 tegen 3. Wat was dat voor filmpje eigenlijk? Ja, dat was een heel leuk filmpje. Maar ze bleven in ieder geval allemaal wakker om ons te supporten. Behalve Pat. Dus Pat, je hebt wat gemist. Maar hij kan het nazien. Patrick Kampman uit Bemmel. Was dat eigenlijk een privéfilmpje of kunnen onze fans dat ook bekijken? Of is het alleen maar voor jullie? Nee, dat is alleen private, hè? Private. dat zijn wel de leukste. Sharon, nogmaals bedankt voor je tijd. En straks heel veel plezier daar op het podium als je die bronzen plak krijgt opgehangen. Dankjewel. Dankjewel. Oh, top.